voordat deze moestuinvlog begint, spreekt even Fobe uit de edit. Ik was helemaal vergeten om deze moestuinvlog te starten. Dus welkom bij de 5e aflevering alweer van het 2e seizoen. Ga hier moeten aankruiten, hier bij mijn spinazie. Sowieso daar onder het zeil. Ik weet niet of je het kan zien, maar mijn patatjes zijn omhoog te komen. En dit ziet er een onkruidveldje uit, maar als het goed is, komt dit een bloemenveld. En kijk, hoe mooi de aardappeltjes beginnen te staan. Hier zijn mijn cosmea's. Hier is het rij spinazie. Daar staan normaal wortels. En als het goed is, zitten onder die netjes mijn bomen. En hier staan er pompoenen en courgettes. Daar nog een. Voordat ik het onkruid uithaal, ga ik nog even langs de serre. Kijk wat een mooie bloemkool. Sla. Tomaatje, sla, onkruid. En hier nog twee random uien. Net in de serre heel wat onkruid weggedaan. En nu buiten, want het is ondertussen geminderd met de regen. Ik ga ook even het compostvat open laten staan. Ik veronderstel dat hij redelijk droog is. Ik heb 3 aardbeidjes, zien er niet de beste aardbeidjes rood uit, maar ik ben wel zeker van dat ze gaan smaken. Welkom bij een nieuwe moestuinvlog. Vandaag zijn we 12 juni en vandaag ga ik in de moestuin werken. Sinds mijn vakantie hebben jullie nog geen update gekregen, dus er is heel veel veranderd. Dus dat ga ik eerst tonen. En ondertussen zit er hier een kat aatjes te doen aan mijn bellen. Hier staan er tomaten. Hier staan mijn uien, of liggen mijn uien ondertussen. Dit zijn bonen, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Idem.
Hier staat er nog. Ui? Karvel, denk ik. Bonen. Vreesjes. Bloemkool. Met haar grote kolen ondertussen, maar ik zie nog geen kool zelf. Patatjes. Hier is de courgette en daar zitten de pompoenen, een struik, tomaten, spinazie, rabarber en mijn bloementuin. En ik zie één bloem in mijn bloementuin. Poesje. Een bankpoesje. Die over alle planten gaan liggen. En dan is dit de serre. Heel veel tomaten hier in de serre. Ook nog een sla. Een curryplant. Tomaten. Een kool die een klein beetje opgegeten is. Beetje maar. Sla. Oh, ik zie de eerste trossen aan mijn tomaten. Hier allerlei kruiden. Nog meer kruiden. En daar zijn de eerste frambozen. Hallo, vandaag zijn we 30 juni, de laatste dag van het schooljaar. En ik ben bij mijn ouders. En op de laatste dag van het schooljaar is het aan het regenen. Wow, ik lag er bijna. Er is kool aan het vormen. Toch bij deze eerste plant. Dit zijn de aardappelen. We hebben al één moeten uitdoen omwille van de aardappelziekte. Framboosjes. Onze courgetteplanten zijn al aan het groeien. Ik heb al de eerste opgegeten. En hier de pompoenvelden. Dat is wat handig dat we wel wat plaats hebben in onze tuin. Dat we hier plaats hebben om pompoenen te laten groeien. Onder het doek zit er iets dat ik niet weet. Tomaatjes en bonen. Zie ik de eerste bonen al hangen? Ah nee, het is van de stok. Dit is het bloemenveld. Ik hoop dat ik er op een makkelijkere manier aankom. Zie hoe mooi die cosmea's zijn. Vroeger moest alles in de moestuin echt gewoon super functioneel zijn. En nu vind ik het ook wel leuk als het mooi is, zoals de bloemen weiden. En ga ik kijken of ik iets nog met deze tomaat kan doen, want we hebben totaal niet uit de oksels afgedaan hier. Hier binnen is een kool, maar die is echt vol met eitjes of ja, vol van beestjes. En dit is... peterselie, denk ik. Maar ik ga misschien eerst beginnen met deze tomaten, want deze tomaten zijn nog
te redden of zo. Het is toch handig om bij tomaten de okselschuiten af te doen. Op zich is dat zo super geen echt probleem. Het is alleen een probleem omdat je tomaat dan echt alle kanten uitgroeit. En als je te lang wacht, zoals ik heb gedaan bij sommige planten, weet je niet meer wat dat hoofdstam is en wat de oksel is. Dus groeit die nog steeds alle kanten uit.